Afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar het toegangsproces tot ouderenzorg. Dat onderzoek is nu afgerond, heeft geleid tot een proefschrift. De reden waarom ik ooit ook aan dit onderzoek ben begonnen is ook omdat ik graag een handreiking wil doen aan de praktijk. Van hoe kun je nou het toegangsproces verbeteren? Nou, die stap hebben we inmiddels nu ook gezet en op basis van de resultaten van het onderzoek hebben Transo en Seplu samen met Zozorg een toolbox ontwikkeld. Waar bestaat die toolbox uit? Ja, de toolbox is een stappenplan. Als zorgorganisaties dat stappenplan volgen, worden ze door het proces geleid om te kijken waar verbetermogelijkheden zitten. En om dat te ondersteunen zijn er ook twee tools ontwikkeld. De ene is een infographic met een procesbeschrijving waarin duidelijk aan te geven is waar eventuele knelpunten of verbeterpunten zitten. Of waar ook op aan te geven is welke punten nu al wel goed geregeld zijn. En de tweede tool is een schema waarin die knelpunten verzameld kunnen worden en geprioriteerd kunnen worden. Stel, je hebt dat allemaal gevolgd. Wat gebeurt er daarna? Ja, door te gebruik te maken van die tools begin je met het inzichtelijk maken van die knelpunten en verbeterpunten. En de volgende stap is dat dan ook te vertalen in een plan van aanpak hoe je het proces daadwerkelijk kan gaan verbeteren. Is deze toolbox zelf te gebruiken? Ja, dat kan. De toolbox is straks, als die beschikbaar is, heeft alle elementen om hem zelf in de organisatie te gebruiken. Er zit ook een beschrijving in voor een facilitator die het proces kan begeleiden. Het is uiteraard ook mogelijk om die facilitator extern te betrekken. Is het nou een theoriegeval of een praktijkgeval, de toolbox? In eerste instantie is het nog een theorie, gebaseerd op theorie. Vanuit de resultaten van het onderzoek is deze toolbox ontwikkeld. En we hopen dat nu ook veel mensen hem gaan gebruiken. En op basis van de eerste ervaringen willen we daar waar nodig ook nog verbeteringen in aanbrengen. Stel, ik ben enthousiast. Hoe kom ik eraan? Hij is te downloaden via de site van zowel Seplu als van Transo. Op de link die nu in beeld komt.